Ja, wat ik gedaan heb. Ja, een heleboel verschillende dingen. Maar het een volgde voor mij eigenlijk altijd logisch uit het ander. Ik heb psychologie gestudeerd. Ben daarna docent geweest, onderzoeker geweest. Promotieonderzoek afgerond. En heb daarna gewerkt in Ethiopië en Oeganda. Als directeur van een organisatie die psychosociale hulpverlening gaf aan vluchtelingen. Met name uit Soedan. Dat heb ik een tijd gedaan, ben ik teruggekomen in Nederland, ben ik bij Buitenlandse Zaken gaan werken en als ambtenaar en diplomaat. En daar werk ik nog steeds. Ja, en dat politieke spel, weten wat je eruit wil halen, aftasten bij de anderen wat er ongeveer haalbaar is. En dan afspreken met mensen, hoe je met verschillende partijen, hoe je dat binnen gaat halen. Ja, dat speel je natuurlijk als diplomaat precies hetzelfde. Het is niet zo dat je er in één keer gaat staan en dan je verhaal houdt. Nee, daar gaat een hele voorbereiding aan vooraf. En dat spel, dat moet je goed spelen. Politiek gezien is dit een spannende tijd. Het gaat niet alleen om houdt kabinet knetterrechtse meerderheid. Het gaat ook om wie wint de oorlog van de ideeën. En op dit moment heeft rechts de overhand. En dat gaat gepaard met een politiek van korte termijn denken, van angst en rancune. En dat wil ik doorbreken. Ik geloof nog steeds dat mensen zich prettiger voelen bij inhoudelijke politiek. Dus het moet wat mij betreft weer gaan over de vraag, waar wil je met Nederland staan over 20 jaar? En als je een goede, heldere visie hebt en verstandige oplossingen, dan geeft dat mensen weer vertrouwen. Als je je punten goed weet te verwoorden, dan geef je ook die redelijkheid in de discussie weer munitie. Dus ja, ik wil met GroenLinks het debat weer terugnemen. Daar moet je voor kunnen formuleren, daar moet je voor kunnen vechten en daar moet je voor kunnen volhouden. Nou, en dat kan ik wel. Ja, altijd wel politiek actief geweest. Heel veel binnen GroenLinks. Heel veel geschreven daarnaast ook. Blogjes geschreven, opinieartikelen, columns, essays, boeken, ga zo maar door. Maar de leukste dingen die ik heb gedaan waren van die acties. Zoals bijvoorbeeld met het manifest Slow Sex. Dat was gericht tegen de preutsheid van het kabinet Balkenende, die dat op dat moment heel erg had. Over breezer sex en dat soort zaken. En dat was een essaybundel, vrij doorvrochte essaybundel en tegelijkertijd een manifest in de Trouw. En het werd ondertekend door een aantal politici, wetenschappers, opiniemakers enzovoort. En het heeft heel veel aandacht gegenereerd. Daarnaast interviews, tv-debatten, ga zo maar door. Ja, dat is wel de manier om iets te agenderen. Nou, en dat wil ik vaker doen.